en welkom bij mijn vierde examenvlog. Het is vandaag donderdag 15 juni en het is nu 10:50 en ik ben hier beneden in de keuken aan het studeren. Ik had vandaag examen aardrijkskunde. Dat heb je misschien wel kunnen zien in de derde examenvlog. Daar heb ik mijn examen aardrijkskunde geleerd. En vandaag had ik dus mijn examen en het is wel goed gegaan, denk ik. Ik heb wel een goed gevoel over. Het was niet super makkelijk, maar het was ook niet heel erg moeilijk. Dus ik denk dat het wel goed is gegaan. Vandaag staat Engels op het programma en dat is echt niet veel. En ik vind Engels geen moeilijk vak, dus ik hoop op 2 à 3 uur er klaar mee te zijn. Nu denk je misschien, wat, zo weinig. Ja, echt waar, het is echt niet moeilijk, echt niet veel. Dus en ik ben er ook al aan begonnen. Ik ben er dus ook al aan bezig. Ik ben mijn woordjes nu aan het leren en het zijn totaal niet veel woordjes. En de helft van de woordjes ken ik eigenlijk al. Dus dat valt super goed mee. Maar dat ga ik dus nu doen. En dan geef ik jullie straks, of ja, in het volgende shot wel een update hoe het ermee staat. We zijn iets meer dan een half uur verder. En ja, mijn woordjes zijn al geleerd. Al mijn woordjes zitten er al in. En ik ben niet gefocust. Ja, nu wel. Oké, ik ga nu eten, want ik heb best wel honger. Dus ik ga gewoon eten. En dan daarna nog wat voortdoen. Oh my god, jullie gaan nooit wat ik net gedaan heb. Ik heb net gebeld op M&M bij Marathon Radio, bij Peter van de Verre. Want ik had een sms gestuurd, ik zal die even voorlezen. Oh, dat was zo leuk. Ik had ge-sms'd, bij iedereen ging het examen precies slecht, maar mag het ook goed gegaan zijn. En vandaag Engels leren en dat gaat echt super goed lukken. Groetjes, Floor. Dat had ik dus ge-sms'd, omdat er zo, ja, er waren mensen dan die, waar dat ze naar belden, die zeiden zo van dat het echt super slecht gegaan was. En ik dacht, ja, bij mij is het goed gegaan. Ik laat het ook maar even weten, want ja, het gaat precies altijd maar slecht, maar bij mij ging het dus goed. En na 2 minuten of zo kreeg ik telefoon van M&M en ze zeiden van, ja, ik ben Pum, team van M&M. En die vroeg dan mijn naam, achternaam, waar ik woonde, waar ik later wilde worden, waar ik examen had vandaag, welk examen ik morgen heb en welk liedje ik wou. En ik had dan Little Mix, Move van Little Mix gekozen. En dan zeiden ze, ja, we bellen u subiet terug. En dan ja, legde ik gewoon af en toen dacht ik, ja nee, ze gaan echt niet terugbellen. Maar ik hoopte het natuurlijk wel. En echt na 5 of 10 minuten belden ze me ineens terug en dan was ik, oh yes. En dan zeiden ze zo, ja, we verbinden u door met Peter in de studio. En dan, ja, toen ben ik bij Peter beginnen bellen. En dat was echt super leuk om te doen. Ik had al vorig jaar eigenlijk ook al 3 keer gebeld. 1 keer tijdens de grote Peter van de Verre ochtendshow en dan 2 keer tijdens Marathon Radio. Maar dat is gewoon, ja, dat is gewoon keitof. Om iets te doen, dat geeft u ook even, oh mijn knieën. Dat geeft u ook gewoon even terug energie om terug te gaan leren. Ik weet niet, dat is gewoon ook even, ja, dat is gewoon tof om te doen. En ik zal ook nu eventjes laten horen, mijn gesprek op de radio. Maar ik vond het gewoon even leuk om te vertellen, want ja, het was gewoon leuk. Ach, en dit is zo mooi, want we zitten met een, succesverhaal. Al dit mooi, als je zou vragen, zeg. Wat zeg je dan, Floor? Goed. Oh, dat ik dat heel goed ging. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, eigenlijk ging het heel goed, ja. Natuurlijk, dat is leuk. Mensen waarbij het goed bij gaat, dan ga je merken dat de anderen ook geïnspireerd worden. Zeg, iemand die nog vraagt, weet jij dat? Lore Rogeman die vraagt dat. Kan je een samenvatting maken van een samenvatting? Ja. Ik denk dat ook, hè? Dan is dat heel kort, maar dat is natuurlijk wel een heel klein samenvattingetje, dat mag allemaal. Floor, jouw geheim, waarom ging het goed? Omdat ik goed geleerd heb. Het is belachelijk, hè? Het is alleen maar dat natuurlijk, hè? Bereid het goed voor en dan kun je het klaar. Meer moet je daar niet achter zoeken. En heb je even geen motivatie meer? Wat doe je dan om jezelf weer op te peppen, Floor? Marathonradio luisteren, of op de trampoline springen of zo. Even iets totaal anders doen. Dat is goed, de trampoline is altijd een goed idee. Doe je op de trampoline dan ook wel eens het tetelied? Nee. Nee? Zullen we
samen even een TED-TV doen? Ja, zeker. Maar ja, voor morgen, voor dat Engels, is gewoon even meedoen. Goed, hè? Geef toe. Energie is gekomen, de energie is gekomen. Morgen, dan heb je Engels. It is going to be a blast. Yes. Tuurlijk wel. En je wou nog move van Little Mick? Oh, dat is Engels. Ja. Super. Heel veel succes, hè? Thank you, Dad. Wat kan je? Dad. Nee, moet even van. Yes, we can. Yes, we can. Ah, iemand die dat weet. Een samenvatting van een samenvatting is een schema. Juist. Hey, het is vandaag de volgende dag. We zijn vandaag vrijdag 16 juni. Ik had vandaag mijn examen Engels en het is echt super goed gegaan, maar echt gewoon goed. Ik heb er een super goed gevoel over. Ik kon alle woordjes invullen. Ik kon alle vragen echt goed vlot invullen. Dus ik ben echt super tevreden over mijn examen Engels. En mijn leerkracht, die wij hebben voor Engels, die deed ook toezicht bij ons tijdens het examen. En ze heeft mijn eerste blad van het examen al nagekeken. En ze zei dat het al volledig juist was. Dus daar ben ik echt super tevreden over. Ja, dat het al juist is. Maar het is dus echt super goed gegaan. En het is dus nu vrijdag. En ik was al om 22:30 thuis. Ik heb daar gewoon niks gedaan. En ik heb net middag gegeten. Het is nu 10:50. Ik ga nu wel een beetje leren. Want ik heb dinsdag examen geschiedenis. En ik ga morgen voor sociale wetenschappen leren. Dat heb ik maandag. En zondag ga ik ook al een beetje voor Frans doen. Dat is mijn laatste examen. Maar vandaag ga ik een beetje voor geschiedenis leren. Want voor geschiedenis heb ik echt totaal nog niks gedaan. En dan heb ik dinsdag dat examen. En dat is eigenlijk best wel veel. En dat is ook niet zo heel gemakkelijk. Dat is wel gewoon knap van buiten leren. Maar omdat het zo veel is en het niet echt logisch is of zo. Sommige vakken zijn echt nog logisch. Maar het is ook niet echt logisch. Ga ik nu al een beetje leren. Want ik heb hier ook gewoon nog niks voor gedaan. Dus daarom ga ik dat nu doen. Wel op mijn gemakje. Ik ga niet keihard vol een bak leren. Omdat het gewoon vrijdag is. En dan vind ik dat je wel een beetje rustig aan mocht doen. Ik ga denk ik tot aan het avondeten gewoon wat leren of zo. Wel mijn pauze ertussen. Dus ik ga nog een beetje zien. Dus dat ga ik nu doen. En ik heb trouwens gezien dat ik gisteren echt ook niet zoveel gevlogd heb. Dus ik ga proberen vandaag zeker te wat meer te vloggen. Dat het toch een langere vlog is. En niet zo van 5 minuten of zo. Dus ja, geschiedenis. Let's go. Nu heb ik al 3 examens gedaan. En nu moet ik deze 5 nog doen. Nog SW geschiedenis, wiskunde, Nederlands en Frans. En nu ga ik voor de geschiedenis leren. Ik heb een hele samenvatting gemaakt. Examen geschiedenis juni 2017. En wij krijgen van onze leerkracht kennen en kunnen vragen. Die moeten we dan oplossen. Die kunnen we dan doorsturen. En dan verbetert die. Heidi. En ja, ik heb les 9 tot en met les... Tot en met les 16 moeten kennen. En ja, ik heb het zo afgedrukt. Dus het is wel... Het ziet er misschien weinig uit. Maar dit moet je allemaal uit je hoofd kennen. En ja, dat is best wel veel. Is fine. It's how I'm feeling inside that's annoying my vibe. Got a letter from here, another email from there. Now who I'm gonna listen to when it comes to crime? Yeah. Dus ik heb al 3 lessen geleerd. En dat is eigenlijk wel, ja,
redelijk veel. Als je weet, ja, oké, dat is eigenlijk wel redelijk veel. 3 van de 7 lessen heb ik al geleerd. En ik ga nu nog... Nee, wacht. Ah, nee. Ik heb al 3 van de 8 lessen geleerd. Oh. En ik ga nu nog 1 lesje doen. En dat is maar 1 bladje. Dus daar moet er normaal redelijk goed in gaan. En dan heb ik, zit ik al op de helft. En dan heb ik al tot de helft alles geleerd. Maar ik heb het niet zomaar half-half geleerd. Ik heb het echt geleerd totdat ze echt elk lettertje er volledig in zet. En ik ga dat nu ook nog doen bij 1 lesje. 1 bladje. Dat moet normaal een klein half uurtje gedaan zijn. En het is nu 4:55. En ja, we gaan ook ongeveer wel binnen een half uurtje eten, denk ik. Hoop ik. Dus dat ga ik nu nog doen. En ja, dan ben ik toch, kan ik toch tevreden zijn van mezelf wat ik vandaag al leer. Ik vergat de vlog weer af te sluiten. Bij deze doe ik dat dus. Ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken. Doe deze video zeker een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren om mijn andere examensvlogs niet te missen. En ik zie jullie heel snel. Doei!